Dat filmpje spreekt voor zich. En als je het zielig vindt voor Helena, wat nogal hypocriet is, moet je maar lekker naar haar toe gaan. Hé, krullenbol, waar de fuck bemoei jij je mee? Jij begint hierover terwijl ik hier zit. Is je probleem? Waarom neem jij het zo voor Inge op? Omdat ze onrechtvaardig behandeld wordt. Eva ook? En Smit? Is gewoon stiekem opgenomen. We hadden wel iets. Het stelde niks voor. Je was niet verliefd. Nee, joh. Gewoon een toyboy. Waarom denkt je moeder dat van Fleur? Ik moet niks van Fleur. Van wie dan wel? Is dat de reden waarom je Eva verdedigt omdat je... Sorry? Oh my god. You're in love with Eva. Mijn vriendje heeft me genaaid met mijn zus. De enige persoon die eerlijk tegen me was, heb ik verweten verliefd op hem te zijn. Wat heel slim was van hem. Als jij denkt dat ik Eva verdedig omdat ik haar leuk vind, mag ik dan constateren dat jij Inge helpt omdat je haar leuk vindt? Oké. Okay. Gast, Eva ziet je geen eens staan, man. Oh, en Inge jou wel zeker? Zeg tegen die bestuursleden van je dat ze hun privéproblemen thuis afhandelen, oké? Okay? Het is jouw verantwoordelijkheid, dus jij zult het moeten oplossen. En anders dan zeg ik mijn huur op.